Hey, lieve schat. Hey. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. En ik geloof dat ik vandaag nog niet eens niet gevlogd heb. Zowel, oké, ook dan goed. Ik wens jullie even goed wel een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, het is vandaag de 22e alweer en het is al 2 minuten over 3. En daarnet kwam er een meneer, de monteur, voor mijn lekkende kraan. Nou, dit is leuk. Mijn keuken is nou heel erg hoog. Heel erg hoog. Wow, kijk, mij zit aan de gootsteen. Jeetje, Mina, niet normaal. Maar hij is een nieuwe kraan aan het halen en die wordt anders. Nou zit deze, die zit hier aan de zijkant. De nieuwe kraan komt in het midden. Dus we wachten er eventjes af wat het worden gaat. Oh ja, als er maar water gaat komen, toch? Ja, en dan moet ik mee naar beneden en dan mee omhoog kunnen. Ook dat moet nog. Maar ja, oké, het komt allemaal wel goed. Ja, en mijn hondje die is lief. Die heeft niet eens niet geblaft. Hij heeft niet eens niet geblaft. Oh, zo lief, hè? Ja, zo lief. Ja, dat... Nou, en ik zit dus al de hele dag alweer met alles open. Het is zo mooi. Lekker weer. Lekker genieten. Dus ja. En ik ben bezig met een plaatje. En ja, ik ben nog steeds niet in orde. Ik was gisteren al moe. Ik viel bij mijn computer gisteravond in slaap. En ik werd ineens weer wakker. Ik dacht, wat is dit? Dit is me nog nooit overkomen. Dat, ja, heel vreemd. Ik denk, nou, ik moet maken dat ik boven kom. Ik heb niet eens niet iedereen wel trusten gezegd op Facebook. Ik heb zo dat hele spul uitgedaan. Ik ben naar boven gegaan. Ik ben als een blok in slaap gevallen. En ik werd, 11:45 werd ik wakker. Maar toen nog niet weten hoe laat het al was eigenlijk. Ik keek wel, maar drong niet op me door. En ben ik naar beneden geweest om naar de wc en draaien, gek in mijn hoofd. En ben naar de wc geweest, ik ben weer naar boven gekomen, ik ben weer gaan leggen. En om 12:15 kwam ik weer bij. Ik denk, nou, wordt nou tijd om eruit te gaan, denk ik. Dus ik kijk weer op horloge. Ik denk, ja, het mag zeker. Dus ik eruit wassen. Oh, mijn vader was dus klaar. Nou, dan gaan we die even uitzetten. Want die piept onnodig. En dit is mijn vaatwassertje. Nou, uit. En dan eerst even openzetten. Dan kan de warmte eruit. Ja, moet toch ook kunnen. Zo. Dus ja, dat komt allemaal goed. Het is in de keuken donkerder dan de rest, terwijl daar toch ook ramen zijn. Heel raar, maar het doet er niet toe. Nee, maar in ieder geval, het gaat nou aardig weer redelijk. Ja, ik heb nog een beetje hier wat zeurderige hoofdpijn. Maar ik weet ook niet hoe dit gekomen is, ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee, nog nooit van mijn leven. Ja, het moet één keer de eerste keer zijn. Ja toch. En alles wint, behalve de wind. Ah. Oké, nou lieve vrienden, ik ga verder met mijn plaatje. Ik zal het even laten zien. Daar ben ik mee bezig. Er hoort nog een hartje bij me die ik heb voor afgefloten. Dus ja, dat... gaat wel wat leuks worden. Ik zal hem ook gebruiken voor bij mijn vlog. Ja, vind ik leuk. Helemaal geweldig. Dus lieve vrienden, geniet van je dag. En doe wat jullie doen moeten. Dan komt het allemaal vanzelf wel weer goed. Tot later op deze dag.
Doei, doei. Meisje, hallo. Ja, die heeft gisteren nog vliegles van me gehad. Ik had, doordat ik gisteren bloemkool hadden gegeten, had ik dus voor ieder een ei erbij, voor Chrisje en mij. En er lag gewoon keurig niks, allemaal lag alles klaar. Springt die dame dus eventjes mijn aanrecht. Die jat er een ei vandaan. Hé? Ja, die jat er even een ei vandaan. Dus die heeft een vliegles toen van mij gehad. Ja. Dat mag ze dus niet doen. Ze mag niet op het aanrecht komen. Ik wil het gewoon niet hebben. Ik vind het onhygiënisch. Ik heb al genoeg haren. En dan nog op het aanrecht ook. Nee, dat wil ik absoluut niet hebben. Dus dan krijg ik straf wegwezen van mijn aanrecht. Dat, maar... Ik heb een nieuwe kraan. Jullie kennen die oude kraan nog wel. Die zat aan de linkerkant. Nou heb ik er eentje. Die staat in het midden. Kijk, ik heb nou zo een. Dit is koud aan die kant. Dus zo. En dan gaan we naar die kant. En dan hebben we heet. Geweldig. Dus ja. Laat hem nou op koud. En dit kan hij ook doen natuurlijk. Zo hij is wel gauw heet. Hoe kan dat? Was hij is niet zo. Nou, in ieder geval. Hij zwemt wel heel erg. Oh, wat eng allemaal. Maar ja. Nou staat hij uit. Nee, toch niet. Oh, dat is lauw. Ja, logisch. Moet ook nog, hè. Lauw. Maar ja, ik zit hem op koud. Zo. Dat ja, ik ben er mee in mijn schik. En ik ga een bakje koffie maken. Ja. Ik zou ook eigenlijk vandaag nog even weg, maar of ik dat doe, weet ik niet. Aan de ene kant had ik wel zin, aan de andere kant had ik geen zin. Ik ben met een plaatje bezig, die wil ik graag afmaken en ik wil graag doen. Op Facebook gisteren ook heel weinig gedaan, dus ja. Dan wordt het toch ook weer eens tijd dat je je gezicht laat zien als het ware, hè. Doe het, het werkt niet aan de moderatrices overlaten. Je moet zelf ook wat doen. Punt. Klaar. En dan ben ik in gesprek met mijn zoon. En in gesprek met mijn dochter. En in gesprek met mijn schoonzoon. Ja. Alles gaat gewoon weer door als vanouds. Dus ja, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Lieve vrienden, ik heb een libel in de tuin. Boe. Vreselijk. Ik hoop dat jullie hem kunnen zien. Zo dan, wat is die razendsnel. Nou is hij omhoog geschoten. Echt eng hoor. Jee, ja. Nou, dan is hij gelijk pleiten. Ik hoop dat jullie hem hebben kunnen zien vliegen. Ja, de gracht is vlakbij, hè. Ja, ik heb twee grachten. De ene is dichterbij dan de hoofdgracht. Die door, vanaf de zee komt. Ja, alles komt van de zee hier ook. Dus. Ja, ik wou dat jullie even nog laten zien. Dus ja, ik sluit gelijk weer af en ik zeg tot later. Ja. En ik heb mijn eten ook op. Mijn dietjes hebben de eten op. Eentje leggen, hij legt lekker bij je. Ja. Helemaal geweldig. Dat hoop. Ik heb mijn schort dan nog wel aan. Maar dat maakt niet uit. En wat de rest van mijn diertjes zei, ja, ik weet het niet, maar ik vloog naar boven. En daar zit er nog één. Ja. Maar de rest weet ik echt niet. Ik had ze binnen, ik heb ze niet naar buiten gelaten. Ik heb de deuren even dicht en het raam. Dat komt allemaal goed, hè. Ja. Zometeen goede tijden, slechte tijden kijken. Gezellig. Ik zal zometeen mijn schort even uitdoen. Ik heb weer tomaten geplukt. Hier heb ik weer wat bijgedaan. Er zaten er nog maar een paar in. En er vielen er een paar. Die zijn nog helemaal groen.
En ik heb ook degene eraf gehaald die ook al aan het kleuren waren. Dus ja, ziet er allemaal goed uit. Kleurt wel in het zonnetje en in het licht. Dus ja, komt allemaal goed. Hé, meisje, wat jou? Ja, nou? Of niet dan? Zopie, hè? Zie je allemaal. Ja, jullie schijnen meer te zien dan wij mensen, hè? Hoe doen jullie dat toch? En ook meer te ruiken, ja. Hé, of meer te ruiken, hè? Ja, of niet? Hé, krijg je niet kus. Snap je niet. Maar een hier. Kijk, geen mareel. Ik heb mijn koffie nog staan en die ga ik lekker opdrinken. En nou is het weer donker. Leuk, gezellig. Maar in ieder geval, ik ga hem ook zo meteen even leeghalen en een nieuwe vlog in elkaar zetten. Het zal wel hopelijk misschien al een kleintje worden. Ik heb ook een nieuw programma, moet ik ook nog mee leren en doen. Maar mijn hoofd staat er momenteel niet naar. Dus ik gebruik momenteel nog wel even mijn oude. Ja, ik heb een beetje vandaag te veel nieuws gehoord. Wel ten goede allemaal, maar je moet het dan maar even weer verwerken. Ja, ja. Dus, maar het komt ook wel goed. En het wordt alleen maar spannender en spannender. En nog eens een keertje spannender en nog eens een keertje spannender. Maar het komt allemaal goed. Ja. Hoop ik tenminste. Dat ik ga nou genieten van mijn koffie. En daarna zeg ik. Ik zeg gewoon voor straks allemaal een fijne avond. Geniet ervan. En net zoals die daar. En die daar. Geniet van je avond. Ja, geniet er gewoon van. Bij deze camera, die nieuwe, die Lumix, zie ik ook om mezelf een vierkantje. Want je kan ook foto's maken en alles achter elkaar. Ja, nou dat doe ik niet hoor. Eén ding tegelijk. Dus. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, wel trusten voor vanavond. En ook geniet ook van nachtrust. Morgen gezond weer op. Morgen is het dan weer blablab. Donderdag, ja. Morgenmiddag komt mijn huishoudelijke zorg weer, Rebecca. Mijn eigen vertrouwde hulpie. En dat is altijd fijn. En daarna moet ik even weer weg. Ja, dan heb ik weer het een en ander te doen. Ik neem de camera wel mee, maar of ik wat mee doe is vraag 2. Ik moet ook weer naar die winkel toe. Het een en ander vragen en... ja, desnoods bestellen of weet ik veel wat. Ik moet ook rekening mee houden dat ik binnenkort met de trein weg moet. Ik zeg niet waar naartoe. Moet ik ook rekening mee houden qua money. Ja. Dus ik moet een beetje ermee oppassen. En nou ja, ik zou zeggen, geniet ook morgen van je dag. En ik ben er morgen natuurlijk wel weer. Ik moet ook een tijd een beetje opstaan. Omdat Rebecca morgen ook bij tijd komt, tenminste bij tijd, rond een uur of één. Nou, daarvoor moet ik dus natuurlijk ruim eruit wezen, hè. Moet ik wel netjes ervoor zitten. En al wat gedaan hebben. Ja. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel trusten en tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.